Als ik een film zou maken over, over laten we zeggen, kleine, kleine, kleine krabbelaars die zonder moeite rare criminele dingetjes doen, dan had ik Richard de Mos zeker in de hoofdrol geplaatst. Maar nu blijkt hij dus in ieder geval vrijgesproken te zijn. En vind ik drieënhalf jaar laten wachten op vrijspraak, is, dat kan toch absoluut niet? Ik vind dat echt stuitend. Het verlossen. Kunt u mij horen? Lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. Mijn naam is Tom Jessen en vandaag bespreek ik met Maarten van Rossum het pijnlijke wangedrag van minister Dennis Wiersma. We gaan het hebben over de vrijspraak van Richard de Mos en uiteraard ook de ontwikkelingen rondom Ines Wesky komen voorbij. En we hebben ook wat nieuwtjes uit medialand, want Maarten gaat binnenkort Jord Gelder vervangen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ben je nog niet geabonneerd op deze podcast, doe dat dan snel, want dan mis je helemaal niks. En luister je op Spotify, dan kun je de podcast nu ook bekijken met beeld. Hé, hey, ik had gisteren nog Nicole uh, trouwens aan de lijn. Ja. Moet we even uitleggen wie voor Nicole het, is? voor het congres. Ja, Nicole is een goede vriendin van jou, hè? Zo is het. Je, is het je hartsvriendin? Nou, oh, hartsvriendin. Het is een goede vriendin, zou ik zeggen. Ja. En ik ken haar al een miljoen jaar. Nou, een miljoen jaar, maar in ieder geval wel een paar lang in ieder geval. En waar ken jij haar van? Als zij, was, zij studeerde geschiedenis. Zij is historicus. Oh, jullie waren klasgenoten? Nee joh. Nee joh. Ze is een miljoen jaar jonger dan ik. ik. Moet wel oppassen met die miljoenen jaren. Maar zij is aanzienlijk jonger dan ik. Laat ja. ik het dan zo zeggen. En, en zij organiseert een congres met Wiersma. Ja, want zij is voorzitter van zo'n zo zo typische commissie uit het onderwijsland. In dit geval van het onderwijs, praktische onderwijs. Precies. En ze had mij uh, eventjes, we hadden elkaar aan de lijn. Want Wiersma stond natuurlijk gisteren in de krant. Met die, uh, ja. Dat hij uitflipt. Ja, ja ik, ik zal waarschijnlijk niet mogen zeggen dat, <laughs> dat Wiersma ook bij Nicole niet populair is. Maar hij moet natuurlijk dit niet zeggen. Nou ja, maar hij komt niet. Dat was dus waarom ja, we elkaar aan de lijn hadden. Ja. En dat had waarschijnlijk te maken met dit stukje ook in de krant. Oh, dat zou kunnen. Dat heb ik nog helemaal niet eens overwogen, zelfs dat dat zo zou kunnen zijn. Want hij zou naar dat congres komen, want dit is een congres en het hele idee van het slot van het congres is dat wij met z'n tweeën eigenlijk een soort podcast maken ja. over onderwijs. over niet alleen praktijkonderwijs, maar onderwijs in bredere zin. Wat is er mis met ons onderwijs? Kan het beter met ons onderwijs? Nou ja, maar dat soort van vraagstukken. Wat een stuk, althans ik weet niet of jij ook dacht, oh wat leuk, maar ik dacht. Wat leuk. Ik vind het altijd fijn om iets over onderwijs te Is zeggen. Altijd interessant. Omdat ik mezelf wel zie als een soort deskundige op onderwijsgebied, maar in heel beperkte zin natuurlijk. Dat ik mijn hele leven onderwijs heb gegeven. Ja. Vanaf dat ik in dienst had bij de universiteit, heb ik onderwijs gegeven. Tot de laatste week dat ik daar zat. Hmm. Ik had wel zin om die wiersma, want die zou dan daarvoor ook komen. En dan zouden we ja, dan precies, dan zou een, een soort van interviewtje zou kunnen plaatsvinden. Ja, en ik heb hem wel eerder een keer ontmoet. Een hele aardige kerel. En ook zijn team had hij bij zich. En er waren allemaal mensen die zeiden: ja, we luisteren altijd naar die podcast. Maar hij komt dus nu niet. Dus dat is wel jammer. Ja, daar gaan we dus kritisch over spreken dat hij hem wel beloofd had te komen, maar dat hij dat dus uiteindelijk niet doet. Snap je het dat hij maar, zegt. Ja, en die kon ik ook hartstikke pissig over was, want hij had dat congres zo georganiseerd. Hij had allerlei toezeggingen gedaan en, en, en die maakt hij tenslotte niet waar. Nee, jammer, want uh, hij had dat prima. Uh, ja, het zijn congres eigenlijk, met, uh, met de achterban die daar komt. Maar goed, wat vind je van dat hij zo in het nieuws is? Nou, dat vind ik, uh, lijkt mij voor hem een hele treurige zaak aangezien, ja, je kunt daar maar één conclusie uit trekken... dat hij feitelijk niet geschikt is voor de betrekking die hij vervult. En dat is natuurlijk nogal zwaar. Ik bedoel, wat hij wat vertoond heeft, is, is nogal kinderachtig wangedrag. Wat ik gauw zou, leken psychologie, ik geef het toe... geneigd bent te herleiden tot een soort van... Nou ja, dat het hem net iets te veel is, dat hij die, dat die iets boven zijn macht moet tillen... word je dan je geïrriteerd en... Uh, je schreeuwen en geef je natuurlijk alle andere mensen de schuld van datgene wat je zelf niet goed kan. Maar ik vind het wel een, een, vrij, een vrij ernstig vertoon van psychische armoede als je zo omgaat met je, met je personeel. Dat kan het niet gebeuren, zeker in het eerste jaar, alles nieuw, druk, Nou schers. dan nog, ik, ik, ik vind dat dat absoluut niet kan, echt niet. He? O, stel je voor dat je het eerste jaar... Wanneer, wanneer zijn wij begonnen? Ja, ja, dat weet ik al niet meer. Jaren geleden. Ja, jaren geleden. Maar goed. Stel voor dat ik je het hele eerste jaar... ...had voortdurend uitgevoetend. Had, had gezegd, dat verdomde kutautootje. Kan dat niet ja, anders? De kutvragen. Kunnen we niet een nieuwe bestellen. En dan die stomme opmerking. Dat is toch... Je voelt toch zelf aan hoe, hoe klungelig dat eigenlijk is. Wat je, wat je daarmee eigenlijk ook jezelf tekort doet in je functie. Ja. Want je begrijpt dat die ambtenaren onder elkaar zeggen, ja die wie is maar, daar moet je mee uitkijken. Ja. He, daar, gaan we, daar gaan we voorzichtig mee om, daar moeten we op eieren lopen. Dus dat betekent dat het, het hele functioneren, per slotverrekening is het toch een soort team, neem ik aan, dat dat hele functioneren van dat team natuurlijk droog komt te staan. Maar die ambtenaren moeten toch ook wel een beetje tegen een stootje kunnen? Dat wel, maar om nou elke dag uitgejouwd te worden door je, door je eigen minister is natuurlijk verdomd vervelend. En eh, nou ja, zo vervelend dat het, ken ik, de achterklap eh, besloten had, eh, we gaan dat aan de grote klok hangen. En er waren ook mensen weggegaan? Nou, kijk eens aan, dat, je, hè, dat jij ook na een half jaar had gezegd, je kunt de pot op, ik doe het niet langer. Dat is toch, het, 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 ja, het is, het is een, uh, ja, ik, 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 ik vertracht steeds te vermijden het, het woord testimonium pau potatis, omdat het zo deftig klinkt. Maar het is een signaal van psychische armoede en, en tekortschieten. Dus ja, ik vond het eerlijk gezegd vrij ernstig. Ik vind dat jij nog heel mild bent van... Nou ja, eerste jaar, hij is nog jong, uh, weet nog niet hoe het gaat allemaal, kom op. Hij moet toch ergens al ervaring hebben opgedaan in de gemeenteraad of weet ik veel waar. Ik vond het echt jammerlijk dat de minister zo misdraagt. Wie is eigenlijk de baas van de minister? Is dat Rutte? Nee, 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 de baas van de minister is het parlement. Nee, nee, we hebben een systeem waarin de minister persoonlijk verantwoordelijk is ten opzichte van het parlement. Het is niet zo bij ons dat Rutte kan zeggen, zeg wie is maar ik lees in de krant dat je je niet gedragen hebt. Flik hem maar op, zoek een andere betrekking. Nee, zo werkt het in Nederland niet. Het parlement kan hem naar huis sturen. Ja, nee, wacht nou eens even, maar die kan echt niet. En dan nou, neem je een motie van wantrouwen aan. Dat zullen ze niet doen en als die, Nee, dat zullen ze niet doen. En bovendien wordt hij dan natuurlijk door de coalitie uit de wind gehouden. Maar dat, dat is de manier om de minister te laten verdwijnen. We hebben, en in Engeland ligt dat heel anders. Dat bepaalt de prime minister of jij mag, daar mag zitten, ja of nee. Ja, want er werden allemaal vergelijkjes getrokken met de Wereld door. Waar natuurlijk daar boven nog leidinggevenden zitten. Die hadden kunnen ingrijpen. Ja, maar die grepen natuurlijk helemaal niet in bij de wereldraad door. En iedereen weet waarom. Omdat het programma ongekend succesvol was. Dus ze dachten, weet je wat. Uh, hè? Dit zien we door de vingers. Ja. We zullen het wel zien wat scherpstrand, Dat is toch zo'n beetje zo, ja. zoals zulke dingen werken. Klopt. En zeker in Hilversum, een van de minst. Weet je het ook alweer? Dat, 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 een van de minst doorzichtige systemen waar ik ooit kennis mee ja, heb gemaakt. Een beetje een vervelende slangenkabel. In, in, in Hilversum is nooit duidelijk wie wat te vertellen heeft en waarom eigenlijk. En, ze ontkennen ook altijd alles dat ze ergens iets over te vertellen hebben, maar wie het dan wel is, dat, dat nee. blijft voorkomen duizend. En dat gekonkel achter elkaars rug. Ja. Nou ja, met name die ongelukkige en natuurlijk dat ongelukkige doen met die, eh, hoe heet het, met die, met die zenderbazen. Ja. Die natuurlijk uit. Zo blijkt in de praktijk vrijwel almachtig zijn zonder dat ze door iemand gelegitimeerd zijn natuurlijk. Ja. Dat is een hele rare toestand, maar zo is het wel. Jurre Bosman wordt altijd genoemd. als de grote baas van de radio waarvan iedereen zich afvraagt... waarom zit die man op die plek? Ja, ik weet niet eens wie het is. Ja. <laughs> nee, okay. Ik heb heel weinig verstand van de radio. Maar nou ja, Frans Klein ik bij moet... de tv, maar die is nu even op non-actief gezet. Ja, als je mij had gevraagd wie is de baas van de wereld, draait door. Ja, en, en, ik had nooit van Frans Klein gehoord tot zich dat drama voordeed. Maar, maar ik, je weet, niet. ik weet... Je ja. hebt hem toch wel een keer gezien ergens? Nee, niet dat ik weet... Misschien was hij er wel, maar hij heeft niet tegen mij gezegd: Ik ben Frans Klein. En jij moet voorzichtig zijn, ventje. <laughs> zo is het niet. Hij nou, is wel vrij herkenbaar met zijn olijke gezichtje en zijn brilletje. Oh, nee, ik, nogmaals, ik zag hem voor het eerst in het, het DWD-drama. DVD, DVD ja. Zou hij dan nou ook echt op non-actief staan of uh, toch nog een beetje achter de schermen mee. Uh... Ja, ik heb geen flauw idee. Nogmaals, er Dat zijn weinig, dus weinig, zo weinig transparante werelden als de wereld van Hilversum. Ja. En dan vind je Wiersma hij heeft wel zijn excuses aangeboden. Hij heeft wel gezegd. Nou, uh, dat is dan passend, maar nu moeten ze zich wel verdomd goed gedragen de komende jaar. Want je weet dat dit, uh, dit is typisch gedrag. Wat, waar, waarbij men makkelijk in herhaling valt. Ja. Hè? Maar Rutte dus slaat ook met de deur. De, de deuren. echtgenoot die fantastisch die, uh, is als die boos is. Die, die zegt altijd weer dat hij het nooit meer zal doen. Dat, is, dat hij het helemaal vergist heeft, maar dat gebeurt altijd weer. Hey, dat betekent. Dat, dat, is toch een signaal van, van een hele beperkte agressiecontrole. Oké. Okay. je sluit niet uit dat hij in herhaling valt? Zeker niet, zeker niet. Nee. Ik denk dat dat eerlijk gezegd wel op zijn weg zal liggen. Een heet hoofd. Maar Rutte doet dat ook, hè? Die slaat ook met de deuren. Dat heb ik begrepen, ja. Maar en, en, daar hebben we, we hebben nooit klachten gehoord over Rutte. We hebben wel gehoord dat hij dat doet. Maar dan schijnt hij meteen op die Nokia op te bellen: van dat hij verschrikkelijke spijt heeft. <laughs> En omdat hij natuurlijk wel toch een klein beetje de baas is, zullen ze daar wel iets voorzichtiger mee omgaan. Ja, Maar ik zou niet met ze willen ruilen hoor, allemaal die, uh, die types daar in het kabinet. Het is toch ik een heb, enorme stressvolle baas. Ik heb baan. helemaal geen politieke ambities, moet ik je eerlijk zeggen. Nee. Dat we zeggen, ik heb wel politieke ambities, maar dan heb ik ook alles altijd te vertellen. Dus dat ligt dan in de orde van de dictatuur. En aangezien ik daar ook tegelijkertijd weer tegen ben, komt er dus niks van. Wat vond je van Richard de Mos en zijn uitspraak? We hebben we het eerder ook over gehad? Ja, ik moet je zeggen dat, dat Richard de Mos... Als ik, als ik een film zou maken over, over laten we zeggen... kleine, kleine, kleine krabbelaars die zonder moeite rare criminele dingetjes doen... dan had ik Richard de Mos zeker in de hoofdrol geplaatst. Maar nu blijkt hij dus in ieder geval vrijgesproken te zijn. En vind ik... 3,5 jaar laten wachten op vrijspraak... Is, dat kan toch absoluut niet? Ik vind dat echt... Stuitend. Ja, ik kan het zeg... niet anders zeggen, stuitend. Afgang voor het OM? Volledig. Volledig. Drieënhalf jaar. We hebben dat drama in Roermond gehad. Ook iemand die. Jos van Rij? Ja, ook iemand dat, dat, je, dat je denkt. Dat ik, zou ik graag een intieme kennis van Jos van Rij willen zijn? Nou, liever niet, eerlijk gezegd. Maar ook iemand die jarenlang gebundeld heeft, gebungeld heeft. En volgens mij tenslotte vrijgesproken is. Ja, op een of een paar nieuw... kleine dingetjes. Staan, ja, of heel beperkt eh, schuldig verklaard is. Ik vind dat het OM dat echt niet maken kan. Je moet zorgen dat zo'n zaak op zijn minst een half jaar klaar is. En zeker dit. Dit, dit was toch makkelijk na te. Waarom heeft dat drieënhalf jaar ja. moeten duren? Nou, er zijn ook mensen die zeggen dat blijft nu toch een soort van zweem van verdachtmaking rondom Richard de Mos houden. Hij is heel erg beschadigd. Ja, ik denk niet dat Richard de Mos spoedig gevraagd zou worden om voorzitter van de Nederlandse Padvindersvereniging te worden. Maar... Hij wil wel weer wethouder worden. Nou ja, als je vrijgesproken bent, is daar in principe niks tegen. Dus dat is helemaal afhankelijk van, van coalitieonderhandelingen in Den Haag. Is die nog steeds de grootste partij daar? Wel populair volgens mij. Populair, oké. Okay. Nou ja, we zullen het zien. Je zag het ook wel in zijn. En drieënhalf jaar wachten op een vrijspraak, ik wil dat eigenlijk niet kunnen. Nee. Wat doet dat met het imago van het OM, vind jij? Nou, het OM heeft toch al niet geschitterd de laatste jaren, laten we het voorzichtig formuleren. Eh, dus ja, ik ben, er niet, ik ben er ook weer niet verbaasd over, maar we hebben al eens eerder gezegd: hè, wat, wat die de Mos ook gedaan heeft, en ook als het een beetje een kleine krabbelaar is, dan nog is dit ongepast. Want de overheid, althans naar mijn inzicht, misdraagt zich. En daar moet de overheid enorm op passen, omdat de overheid zich natuurlijk langzamerhand op reeksen van terreinen misdraagt. Ik bedoel, zonder dat Nederland nou onmiddellijk naar de ondergang geleid wordt. Maar het zou de overheid wel passen om eens goed eh, het, het eigen functioneren te bestuderen. Want de rechter die was heel duidelijk, die zei, jullie hebben eigenlijk helemaal geen zaak. Ja, dat was helemaal... Dat is toch echt pijnlijk? Ja, had dat er niet eerder binnen de kamers iemand kunnen zeggen, zeg jongens let eens op. Er is, er is eigenlijk geen zaak. Hè? Nee. Dus die rechter dat zo duidelijk kan verklaren. En er was ook helemaal geen bewijs. Ja, nou ja, het, het is 3,5 jaar. Ja. Maar dan, dan vraag je je toch af, kijkt het OM niet naar, uh, kritisch naar de eigen verdedigingslinie? Nou ken ik niet. Er zat een prutser op het dossier. Dat, dat is altijd moeilijk na te gaan. Ja, dan hebben ze wel ja, veel prutsers. Er wordt, wordt die intern onderzoek naar gedaan. Ik heb geen flauw idee, maar het, het zou wel het OM passen in Den Haag om, om eens goed te kijken hoe dit kon gebeuren. Ja, er zijn ook wat uh, reacties opgekomen... van mensen die uh, eerder jou hebben horen spreken over Richard de Mos. Dus onder andere van onze vaste luisteraar uh, uit Den Haag. Uh, die vraagt of je excuses gaat uh, aanbieden. Je moet je schamen, bedweterende, bedweterende, zegt hij. Linkse populist. Je lult onzin in die Audi. En die is niet goed en die is niet ja, goed. Ja, dat, dat moet ik hem toegeven. Het ligt aan die Audi. Dat, dat <laughs> denk ik wel, eerlijk gezegd. Ja, ik heb gezegd dat het mij een klassiek voorbeeld leek van de kleine rommelaar, de kleine, de, hè, de kleine crimineel, en nu blijkt hij dat helemaal niet te zijn. Dat wil zeggen, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval is het zo dat hij juridisch niet iets heeft gedaan wat strafbaar is. Nee. Deze zegt dus in die zin zou, ik, zou het gepast zijn, ik zeg sorry de mos, ik heb je op dit punt. Verkeerd beoordeeld. Ja, deze meneer zegt Maarten zou echt een vent zijn. Waarom die man dan meteen weer gaat schelden, dat begrijp ik dus niet. Dus daarom uh, zal ik mij ook verder beperken in deze. Oké, okay, dus Ed, Ed die zegt uh, graag een rectificatie. Want hij noemde Richard de Mosheid, dat ben jij dan, een haags crimineeltje. Nog voor ja, de uitspraak van de inderdaad, Dat was mijn vaste indruk dat hij dat was. En uh, nogmaals, hij is vrijgesproken. Dus wat dat betreft moeten we zeggen, ik had het niet bij het rechte eind. Maarten, het mompelende linkse orakel, zo noemt hij je. Kijk, deze, dat is een klassieke fout van, van eh, laten we zeggen, het rechtse commentaar in Nederland. Waarom kun je niet normaal uitspreken dat je het er niet mee eens bent of dat het wat gezegd is onjuist is? Waarom moet er meteen, laten we zeggen, een hele retoriek worden ingezet? Waardoor moet blijken dat, eh, dat de toestand onbetrouwbaar is, dat je een zaktabak bent. Bovendien in een Audi, ik bedoel een beetje een commentator, die zit in een Mercedes. Hij zal zeker in een Mercedes zitten, neem ik aan. Maar in je al het commentator... Nee, nou ja, dat is het Twitter-probleem toch. Waarom kan je niet normaal argumenteren? Dat is mij ook een raadsel, eerlijk gezegd. Waarom is iemand altijd oud, dik, beschimmeld, feitelijk al dood? Nou ja, het hele panorama van dit soort van verklaring. Want je bewijst er niks mee. Nee. 0,0. Sterker nog, ook in schelden. Ik wil niet nu meteen terugschakelen naar die arme minister. Maar schelden, boos worden, is, is altijd een. Je kunt verontwaardigd zijn, dat, is, dat heb ik begrip voor. Maar is altijd een teken van geestelijke zwakte. Dus ook bij deze, hoe heet die, Richard? Ed, Ed Rothschild. Oh, Ed Rothschild. Ja, sorry, Ed. Maar het maakt geen sterke indruk, joh. <laughs> je kunt volgende keer gewoon. Misschien kun je chat een, een lollig commentaartje laten schrijven. ChatGPT <laughs> ja. bedoel je. Nou dat zou misschien kunnen. Ik weet niet of Ed weet hoe dat werkt, maar het is vrij eenvoudig. Ja, nou kijk, dan moet Ed het ook kunnen. Heb je het zelf al een keer geprobeerd? Nee joh, gek. Wordt vreselijk overschat, naar mijn idee. Zo zoveel dingen. Ja. ja. Er zijn toch kennis die zeggen, ja, mensen. Het, uh, het is software. Dat betekent dat het inherent is het geschreven, gecomponeerd en is het dus ook beperkt. Software is niet universeel omvattende software, die bestaat niet. Het is gemaakt door mensen. En mensen hebben hun beperkingen en hebben hun vooroordelen... en hebben van sommige aspecten wel gebruik gemaakt... en van andere aspecten hebben ze niet gebruik gemaakt. Het is in feite een zoekmachine ja. die zinnen kan maken... en een zoekmachine die tast het internet af. Maar de suggestie is daarbij dat, het in, dat het alle menselijke kennis op het internet staat. Maar iedereen die ooit iets met het internet te maken heeft gehad, weet dat dat helemaal niet waar is. Hmm. Ik kan je reeks van voorbeelden geven waar het internet eh, niet bijster niet best goed geïnformeerd is. Doe er eens een? Nou, bijvoorbeeld bij nucleaire bewapening. Ja, dat, dat vond ik altijd. Ja, dan kijk je hoe het in elkaar zit, zo'n verdrag. En dan blijkt dat eigenlijk toch ja, nogal schetsmatig daar, daar opgevoerd te worden. En dan denk je, waarom is dit dan zo? Waarom is het op sommige terreinen hartstikke? Want dat is heel eigenaardig van het internet. Op sommige terreinen is het hartstikke goed. Ik zou maar zeggen, als je alles, als je de Tweede als je de Tweede Wereldoorlog leest, en je hebt dat helemaal gelezen en je hebt het onthouden. Nou, dan weet je heel wat van de Tweede Wereldoorlog. Maar nogmaals, bij die onderhandelingen over die nucleaire verdragen na 45. Nou ja, wanneer is dat begonnen? Ergens in de jaren 50. En ja, vond ik het altijd vrij teleurstellend. En zo zijn er meer onderwerpen die vrij teleurstellend zijn. Ik denk, wat het ook, je ziet het ook direct aan de tekst. Als het een beetje een serieuze tekst is, staat er nog een heel notaapparaat onder. En dat is niet altijd het geval. Dus het gaat er mij om dat de kwaliteit van wat op het internet staat, heel wisselend is. Daar moet je wel van bewust zijn, natuurlijk. Google werkt dan een hele nieuwe. Oh, maar... Ja, Google is zegt natuurlijk werkelijk de apen taken ja. geschrokken van, 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 die, van die zoekmachine die in feite Chat is. Chat is een zoekmachine die een tekstje kan schrijven. Ja, en zij werken aan een hele nieuwe zoekmachine achter de schermen. Ja, omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze hun monopolie op de zoekmachines verliezen. En ja, daar leven ze van, hè? Ja. We zaten natuurlijk in het hoekje van het OM. Laten we er ook meteen Wesky er even bij pakken, want die is opgepakt. Ja. Heb je daar nog bepaalde gedachten bij? Ja, daar had ik direct gedachten bij. Ik, had, ik, ik gaf Wesky eigenlijk min of meer automatisch het voordeel van de twijfel. En ik dacht, ik ben benieuwd hoe, hoe het uh, Openbaar Ministerie dat waar gaat maken. Ik heb geen idee. Uh, ja, het, het lijkt me ook, het is natuurlijk een hele ondoorzichtige wereld. Wat, is namelijk, wat zijn geheimen die je niet mag doorgeven? Hoe ernstig is dat precies? Eh, dat wil je allemaal wel graag weten natuurlijk. Kan het zijn dat zij iets beoordeelde als niet van essentiële betekenis in het strafdossier en daarom misschien wel doorgevenswaardig? Of eh, heeft zij dat verkeerd beoordeeld? Nou, eh, zo zijn er natuurlijk duizend vragen. Ik neem aan dat ze tegelijkertijd niet over één nacht ijs zijn gegaan. Ja. Nou, de journalist die dit heeft uitgezocht, Jelle Tielemann, die zegt onder andere dat ze een laptop zou hebben meegenomen. Die zou ze dan in die gevangenis tegen dat glazen scherm, waar, waar Tarry dan achter zit, aangehouden hebben met bepaalde informatie. Nou, dat vind ik alleen een raar verhaal, want dan is er dus eigenlijk geen controle bij. Nee, dat zou dus ook niet het geval zijn. Van hebben. een of andere veldwebel die zegt: hey, hou eens op met je laptop tegen het glas te houden. <laughs> ja. He? Is toch raar of niet? Dat vind ik ook raar. Ik vond het ook opvallend toen ik dat hoorde dat dat überhaupt kan. Want zeker bij zo'n crimineel denk je toch, die wordt toch Ja, constant En dat de je bovendien, klaarbijkelijk, je laptop mee naar binnen kunt nemen, is dat ook niet raar? Ja. Ik bedoel, op mijn laptop staat mijn ganse wereld zo'n beetje. Ja. Hè? Nou, daar werd dan een USB-stick in gedaan en op die USB-stuk zou dan informatie staan. Maar dat is toch heel veel onbekend. Dit is één topje van de ijsberg. Ja, dus ik vind het een raadselachtige zaak, laat ik het zo zeggen. Dat iemand die zoveel ervaring heeft als whisky die eigenlijk van het strafrecht haar hoofdbusiness gemaakt heeft, en de verdediging van criminelen haar hoofdbusiness gemaakt heeft, zou ik het heel vreemd vinden dat ze zo'n elementaire fout heeft gemaakt. Maar de NRC beweerde, die ik net heb zitten lezen, dat het al maanden en maanden rondzoomde dat dit er aankwam. Hè, dat het OM die, dat, die, uh, haar verdacht van dit soort van activiteiten. En ze zou onder druk gezet zijn door Tari. Ja, dan vraag je je ook af hoe dan precies. Dat wil je wel graag weten. Ja. Nou ja, goed, dat uh, lijkt me niet zo lastig. Dit is natuurlijk een topcrimineel. Dus nee, die... maar ik wil dolgraag weten... wat heeft ze dan eigenlijk doorgebriefd? Ja. Als dat is het feit dat, dat, dat een, een, een nicht van, een, van, van uh, Tari heeft gezegd... Uh, uh, mijn jongetje, mijn zoontje wordt gepest op de kleuterschool, dan uh, kun je dan ook wat aan doen. Ik, ik verzin maar eens willekeurig. Uh, ja, dan is de vraag, uh, is dat ook uh, essentiële kennis of, of informatie uit het dossier, ja of nee? Het zouden zaken zijn geweest om in ieder geval de business van Taggi door te kunnen zetten. Dus onder andere die drugshandel. Nou ja, dan uh, begint het natuurlijk wel vrij serieus te worden. Maar ja, uiteindelijk zal het Openbaar Ministerie al met de billen bloot moeten en moeten uitleggen waarom ze dit gedaan hebben. Het bewijs. En nou hoop ik wel erg voor Wesky dat dit dus niet zes en een half jaar gaat duren, Openbaar Ministerie. Hè? Die eindeloze trage sufheid van Nederlandse administratieve, administratieve processen. Dat, dat hoop ik wel, ja. Ja, en dat zou misschien ook wel iets te maken hebben gehad met die moorden. Ik kan me nauwelijks voorstellen. Ik kan, het, het is toch een intelligente vrouw die jarenlang ervaring heeft. Ja. Die toch voortdurend zich moet, heeft moeten realiseren wat, wat, wat is dit voor informatie. Ben ik, ben ik, is, dit, is dit pijnlijk, ja of nee? Dus ja, daar zit je als niet-deskundige en niet-OM. Je hebt geen flauw idee hoe het in elkaar zit, in feite. Van transparantie is in ieder geval geen sprake. Nee. Want zoals dat gewoonlijk is: het Openbaar Ministerie verstrekt geen informatie over lopende zaken. Dus wij weten niks. Ik kan ook eens zeggen dat jij vroeg wat waren je gedachten. Mijn eerste gedachte was eh, dat ik Weski graag het voordeel van de twijfel gunde. Ja. En uh, ze is nog steeds de advocaat van Taggie, dat is ook uh, opvallend. Dat ze dus in de gevangenis zit, maar wel nog de advocaat is van. Uh, ah, ze zal natuurlijk niet lang in de gevangenis zitten. Dat is natuurlijk een symbolisch oppakken. Ik, ik zat toch niet met de hand boeien uh, het, het bureau zijn binnengeleid, zal ik maar zeggen. Uh, nogmaals, dat lijkt mij een symbolische daad. Ja. de kans dat ze, dat ze ontvlucht naar Paraguay lijkt me niet groot. Ik vermoed overigens wel in de zaak van De Mos dat het OM in hoger beroep gaat. Want als ze nog een klein beetje hun gezicht willen redden... Ja, dan moeten ze wel, dan moeten ze wel een, be een betere zaak hebben dan ze, dan ze hadden klaarblijkelijk. Ja, maar altijd het uh, commentaar, we gaan het eerst onderzoeken, dat zeggen ze altijd. Maar volgens mij gaan ze uiteindelijk toch in hoger beroep. Lijkt mij wel. Als je het toch zo uh, hoog van de toren hebt geblazen, dan moet je toch wel met iets komen. Ja, nou, ik moet je zeggen, dan keren we terug naar weer het probleem... dat ik bij, bij de beschrijving van... Uh, het optreden van uh, de mos in Den Haag in de kranten, altijd dacht, ja zo zal het wel ongeveer in elkaar zitten. En dat is, ja, dat is gedrag wat in ieder geval uh, kan worden beschouwd als scherp aan de windzeilen. En dan is het al heel gauw zo dat je iets doet wat eigenlijk uh, niet in de haak is in, in politiek opzicht. Vandaar dat ik dacht, hij zal het wel gedaan hebben. En aangezien hij de natuurlijke uitstraling heeft van iemand die dat soort van dingen wel zou kunnen doen. Ja, zo zie je beoordeel je iemand op zijn uiterlijk en had ik in dit geval dus geen gelijk. Dus in die zin zou ik eigenlijk moeten hopen dat het Openbaar Ministerie in hoge beroep gaat. Ik heb geen idee. Na zo'n rechtelijk oordeel moet je de zaak dus helemaal overnieuw beginnen, toch? Ja. Maar goed, als je echt overtuigd bent van, je, van jouw punten, dat die sterk staan, dan ga je toch nog een orgaan hoog om te kijken. Van, uh... ja, het blijft raads, het blijft er ook iets drieënhalf jaar. ja, nou ja, ja. We, hebben, we hebben er geen dieper inzicht in dan anderen. Nee. Ben je trouwens nog gebeld door het programma van Jort Kelder? Ik kreeg van de week een telefoontje van iemand die zei: Ja, we willen Maarten vragen als uh, vervanger, vervangende presentator ja, van Jort Kelder. Ja, Kelders. dat is een podcast over wetenschap. Nee, een radioprogramma. Ja, een soort radiopodcast. Het is live op de radio en daarna wordt het een podcast. Ja, daar ben ik voor gebeld en ik heb gezegd dat ik dat best wilde doen. Dat me wel leuk. Het ging over wetenschap en bovendien ging het over jeugdige gepromoveerden. En omdat ik vind dat jeugdige gepromoveerden alle aandacht van de wereld verdienen. Niet waar? Dat promoveren dat is toch een hele vervelende klus in feite, waar je vaak eh, helemaal alleen in staat of je moet wel. Misschien, misschien dat ze in die beta-wetenschappen meer teamwerk hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk natuurlijk aan mijn zielige zelf. Eh, dat je daar jarenlang zit te klussen op je studeerkamertje om zo'n boek in elkaar te peuteren. En met alle ups en downs van dien. Dus ja, ik dacht, die hebben alle aandacht nodig, daar ben ik wel voor. Het zijn de PhD's hè? Ja. En wat ga je daar dan precies doen? Een flauw idee. Ik, ik heb, weet het niet, met mensen praten denk ik. ik ja. heb, geen, heb je het ooit gehoord, het programma? Ja, dat is een, het is de bedoeling, omdat Kelder niet kan, dat ze dachten, nou vragen we maar. Ja, en ook de, de eerste vervanger, die komen ook niet. En, en nou ja, zodoende ben ik nu. En ja. de tweede vervanger, moet je dat zeggen? Ja, de tweede vervanger. Ja, ze belden mij van zo'n Maarten dat leuk vind ik, zeg jij, ja, dan moet je hem zelf vragen. Dat weet ik niet. Maar ja, je, moet, je moet die mensen interviewen, hè, is de bedoeling. Ja, nou als ik nou iets lollig lijkt, mij lollig lijkt, is het interview van jonge gepromoveerden. Ja. Dat ik in de tijd geïnterviewd was. Ja. Maar je bent natuurlijk de presentator dan op de radio. Het is wel leuk om eens te horen hoe dat gaat. Ja, het zal niet anders zijn dan hier toch? Ja, nee, maar dan moet je natuurlijk ook de reclame aankondigen. Heb... En, en, het, en, het, en het verkeer en het nieuws. Nee, dat hoeft niet te doen ja. Daar komt iemand voor binnen, die leest dat voor Ja, maar je moet wel zeggen dat die dan komt. Zo van dan gaan we nu naar nee, de radio. Nee, dat doet. Er zit meestal een radiopresentator. Oh, oké. Okay. Tenminste, voor zover ik enige radioervaring heb. Is er een radiopresentator en die zegt: Van nu komt het nieuws. En dan komt er een mevrouw of een jonge man binnen. En die leest met beschaafde, neutrale stem het nieuws voor. En, en de file berichten En die verdwijnt dan weer. En dan krijg jij weer het woord als radiogast. Je hoeft niet het weerbericht voor te lezen. Nee, dat hoef je niet. Dat heb ik althans nog nooit meegemaakt. Dat even de gast het weerbericht ging voorlezen. Maar volgens nee. mij ben jij nu geen gast in dit programma. Dat is het verschil. Je bent nu. De, de presentator. presentator, maar ook ja. de presentator leest nooit het weerbericht voor. Nee? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, bij, bij de nieuwszenders niet. Er komt niet. altijd een, een, een aardige neutraal iemand binnen. Sommige ervan heb ik al veel vaker gezien. En dat zeg ik ook altijd beleefd: hallo, hoe gaat het ermee? Maar sommigen zijn ook zo neutraal dat je ze misschien al honderd keer hebt gezien, maar het is niet opgevallen. En die lezen dan de vier berichten, de vierde berichten, het nieuws. En, nou ja, de hele blik is moe voor. Ja. Hoeveel PhD-studenten hebben we eigenlijk? Weet je dat toevallig? Geen idee. oh dat moet je wel even ja, uitzoeken. Het aantal promoties is natuurlijk in de loop der jaren enorm toegenomen, neem ik aan. Ja. En er wordt, er wordt veel meer werk van gemaakt. En wat vind je van de kwaliteit ervan? Nou, ja, ik kan dat absoluut niet beoordelen. Want natuurlijk bij beta-wetenschappen kan ik sowieso geen verstandig woord over zeggen, vanzelfsprekend. In het geval van als het om alfa- of grammastudies gaat, zou ik er eventueel iets over kunnen zeggen. Maar ik ga er even vanuit dat ik bij deze sympathieke uitnodiging niet verplicht ben om ook al die proefschriften te lezen. Ik moet er niet aan denken. Ik heb in de loop der tijden een heleboel, omdat je vaak gevraagd werd voor zo'n commissie voor de plechtigheid en zo. En dan, dan zit je daar met zo'n zwarte jurk aan en dan moet je vragen stellen. Dus dan moet je wel, beleefdheidshalve, wel, 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 wel die, die, die proefschrift hebben gelezen. Ik kan je wel zeggen dat is, ik vond het meestal een zware opgave. Godalermachtig, wat waren dat een strontvervelende boeken. Ook volgens mij omdat ze, laten we zeggen, binnen een kader worden geschreven... waarbij het eigenlijk, eigenlijk alleen door genieën mogelijk is om niet een strontvervelend boek te schrijven. Ik weet zeker dat mijn eigen dissertatie, dus die dateert van... Uh, nou ja, ik ben in, weet ik veel, 83 geloof ik gepromoveerd of zo. Dus dat, dat boek was klaar in 82. En dat is door Jan en allemaal gelezen. Dat was toen al in de commissie van nou ja, proefschrift. Ja, het was allemaal wel erg essayistisch, vond een van de meelezers. Eh, maar goed, dat heeft ten slotte, en, en, het tenslotte. Maar mijn proefschrift zou nu onmiddellijk worden afgekeurd. Ik ben er absoluut van overtuigd. Totaal afgekeurd. Nou, ik zou een conceptueel verantwoorde inleiding moeten schrijven. Pure flauwekul meestal in de alfa- en gamma-wetenschappen. Normaal kan dat noodzakelijk zijn, maar meestal helemaal niet. Het heeft vaak toch een heel beschrijvend karakter. En de analyse zit in de beschrijving verpakt. Maar nee, ik ben ervan overtuigd dat ik. Eh, het zou me niet verbazen als ze nog een keer komen bellen. Ze heeft die achteraf beschouwen, dat proefschrift van nu als. als eh, dat kan zo niet. Dan moet eerst eens een. Een theoretische inleiding worden geschreven. Jo, dat vak bij ons is ook helemaal op hol geslagen. Dat miste dus nu nog in jouw. Uh, daarom wordt hij afgekeurd. Dat die theoretische inleiding dan. niet Ja, is. ik heb geen theoretische inleiding. Er was zijn de gedachte dat ik. theoretische inleiding ik erbij zou moeten verzinnen. Maar waarom moet dat erbij? Ja, dat vinden ze belangrijk. Omdat alle, alle wetenschappen, ook de niet-beta-wetenschappen. willen net doen alsof ze beta-wetenschappen zijn. Het is een soort beta-jaloezie. Het liefst hadden ze ook, ook dat je aan het eind van je proefschrift. ook als je het in mijn geval. dat je dan een soort wiskundige formule ten beste geeft. Dat dan zou ze pas echt gelukkig zijn. Dat is toch complete uh, lulkoek? Zeker. Zeker. Maar ja, als ze nou iets weten. is dat mensen dolgraag geloven in complete lulkoek, toch? Ja, dus de, de mensen met uh, de, de, de mens is, is, heeft een onbeschrijfelijke behoefte. Aan geloven wat schijnzekerheid biedt. Ja. Ja. Oké, okay, dus wanneer gaat het plaatsvinden met Kelder? Ik heb geen flauw idee. Dat oh. heb ik in mijn agenda geschreven. Zoals ik vaak zeg, ik leef met de week. Ja, dat is waar. Ik kijk zondagavond naar de week en denk, oeh, kijk nou toch eens. <laughs> ja. Hey, en qua media uh, je bent ook bij Renze. Daar ga je een heel, heel verhaal vertellen hè, dit weekend. Ja, voor het uh, voor, voor talkshow begrip is het een heel verhaal gaat over hoe heet het over Market Garden en daar geef ik een korte schets van. Ik heb een boekje geschreven over Market Garden eigenlijk als raamwerk voor eh, brieven van mijn opa die nog eh, ja, wachten op, op, op een soort gebruik ervan. Het zijn hele aardige brieven, goed geschreven, het is heel informatief in allerlei opzichten, met name over de hongerwinter. En toen dacht ik, nou ja, ik maak een boekje waarin je een beetje context hebt van hoe zijn we aan die hongerwinter gekomen, wat heeft dat nou voor effecten gehad, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat boekje heet eh, Het is allemaal de schuld van Montgomery. Dat was namelijk allemaal de schuld van Montgomery, die een volkomen idioot plan had bedacht, namelijk Market Garden. En dat ga ik dus uit de doeken doen, hoe zat dat plan in elkaar, en waarom was het compleet idioot, en wat zijn de gruwelijke gevolgen geweest van dat mislukken, van dat plan, wat er dik in zat, volgens mensen die ja. het weten konden. En dus zondagavond, dan is gewoon: jij gaat op een stoel zitten, en je gaat gewoon twintig minuten praten. Nee, ik moet staan. Ik ga staan. Ah, oké. Okay. Ik geloof ook dat ze er plaatjes bij hebben. Oké, okay, dan ga je dan ook zoals in het theater heen en weer lopen? Als het even kan wel, want ik kan heen en weer lopen, dat bevordert mijn praatlust. <laughs> oké. Okay. Ja, stilstaan vind ik niet fijn. Nee. Laat staan, stilzitten. Ja. ja het is een wonder dat ik, dat ik hier zit en dat ik toch normaal kan praten. hoor. Maar... En hoe weet je dan dat je die 20 minuten dat die voorbij zijn? God mag het weten. Dat moeten zij maar doen. Ja, dat is bij mij altijd een probleem. Ik vraag ook vaak in zalen hoe laat ze zitten. Dan ben ik altijd enorm verrast dat er alweer twee uur voorbij zijn. Ja, nou interessant. Dus daar heb je wel zin in om dat te gaan doen. Nou, ik ben erg benieuwd hoe het gaat, toen ze het georganiseerd hebben. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ja. dus Zat die muziek er nu ook bij? Die liedjes en zo? Ik neem aan dat ze wel een, een of ander pregnant beeld uit The Bridge Too Far zullen doen. Oh ja. ja, ja. oké. Okay. Ze volgen ook een familiefoto van 44. Dus die heb ik ze gestuurd. Dus dan zie je mij als een soort van mini-puttertje. Ja, god, hoe was ik? Ik was nog in één. Maar gaan kinderen lopen als ze één zijn, of anderhalf. Ja, ben ik ben ook zo gek dat ik dat dan weer vergeten ben wanneer mijn kinderen ze gaan lopen. Laat staan mijn kleinkinderen. Dus ja, en ik was sowieso met veel dingen wel. Het was een heel leuk, heel leuk ventje, maar ik heb altijd iets traags gehad. Ja. Nee, hey, dit was het voor vandaag. Um, in een van de volgende afleveringen gaan wij het hebben over de geschiedenis van de euro. Groot college, daarover komt voorbij. Abonneer je alvast op de podcast, want dan mis je helemaal niks. En ben je nog op zoek naar wat inspiratie voor in de meivakantie? Check dan de beschrijving, want daar hebben we een paar leuke luisterboeken voor je klaargezet. Ik ben Frans Klein en jij moet voorzichtig zijn, ventje. Het is toch al een dictatoriale instelling, dus daar willen ze mij best, best beluisteren. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... niet waar wakker te schudden. Omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum... op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Wat we nu meemaken met kunstmatige intelligentie gaat binnenkort ook gebeuren met kwantumtechnologie. Dat gaat ons leven radicaal veranderen. Als je er alles over wilt weten, luister dan nu naar de nieuwste aflevering van C-Level. De link naar de podcast staat in de show notes.